Mijn naam is Nick Karolgoed, trainer bij Top Punt Laren, ook jeugdcoördinator onderbouw. Dat zijn wel de jobs die ik bij Punt Laren doe. We hebben vandaag een kleine opleiding gegeven aan onze trainers, verschillende vormen, zodat die konden leren, de nieuwe trainers vooral te leren wat dat ze moeten doen, hoe dat ze het beste de kinderen op een hoger niveau kunnen brengen. En ook de kinderen denk ik dat ervan genoten hebben vandaag. Dus het was een goede dag, een topdag. Ik heb een tussenvorm gekozen met opbouwen van achteruit. Dat ze zeker moeten voor de kinderen aanbieden, speelroepen, echt weglopen van de verdediger, opbouwen. Dan een kleine wedstrijdvorm, met boventaal, ondertaal, 4 tegen 2, zodat die oefening er goed kan uitkomen, dat ze echt kunnen opbouwen van achteruit. Dus ik denk wel dat iedereen er wat van bijgeleerd heeft. Ja. Ik zie ook veel kinderen die moeten bijleren en dan is het nodig dat de trainers de juiste instructies meegeven. En daarmee is het aan ons een beetje hebben die nieuwe trainers daar wegwijs in te maken. Want iedereen kan op zijn eigen trainer zijn, maar je moet ook de juiste dingen doorvertellen. En daarvoor zijn wij er dan voor die andere trainers dat door te vertellen, hè, om dat goed te doen. Ja, dat is een samenwerking dat we hebben met de Geelse jeugdclub zo. En vandaag hier trainers en sympathisanten van andere clubs allemaal tegenkomen. Dus dat is goed dat we zo kunnen samenwerken, ook voor alle kindjes, veel kennen elkaar al en zo. En we hebben een grote Geelse club en vriendenclubs, dus het is belangrijk dat we alles jeugd hier kunnen houden en dat die allemaal content zijn. Als we allemaal samenwerken, dan komt het allemaal goed. Dat we moeten blijven verder werken zoals we bezig zijn. Het kan nog altijd beter, het kan altijd beter, maar blijven doen zoals we bezig zijn. Dat is het enige, denk ik.